De politie kreeg de melding rond 9:30 vanochtend. De man was ernstig gewond en had een steekwond in zijn bovenlichaam. Reanimatie mocht niet meer baten. De man overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Een slachtoffer is door een 30-jarige vrouw per auto naar het ziekenhuis gebracht. Deze vrouw hebben we voor deze zaak aangehouden. Zij wordt verdacht voor betrokkenheid bij het steekincident. Wat de relatie is tussen de vrouw en het slachtoffer is niet duidelijk. De auto waarmee ze de man naar het ziekenhuis bracht wordt onderzocht. En ook in een woning aan de Rengerstraat in de stad wordt onderzoek gedaan. In het onderzoek is informatie naar voren gekomen waardoor wij in ieder geval zijn gaan zoeken in een woning aan de Rengerstraat in de stad. Daar hebben we onze redenen voor. Waarom precies houden we nog even vast om het feit dat wij natuurlijk met verschillende mensen nog moeten spreken. En die informatie die is even van belang nog voor die verhoren.